Stichting RUMAS wenst een bijdrage te leveren aan het oplossen van woningnood en het creëren van werkgelegenheid. In dit kader heeft de organisatie op 2 februari 2022 een presentatie gehouden voor president Chandrika Prasad Santokhi. Met de woningen wenst RUMAS zich te richten op lage inkomensgroepen. Voor de bouw zullen drop-outs worden ingezet die tevens een leertraject van 4 jaar ondergaan. De delegatie van Stichting RUMAS werd bij de presentatie bijgestaan door parlementariër Cedric van Samson. Nou, om dit ervan te zeggen, ik ben reeds lang onder de indruk van wat RUMAS doet. Omdat er wordt steeds gesproken over de problemen van de jongeren, gesproken over de problemen van zwakke gezinnen. Ja, er is een storm aan kritiek over wat er gedaan wordt met de jeugd, maar het is easy to criticize. Wat is hard to organize. En RUMAS is een organisatie die al lang bezig is te organiseren. En wanneer je een probleem wil oplossen, moet je niet opnieuw het wiel gaan ontdekken. Je moet niet vanaf de bodem af willen beginnen. Als RUMAS die kennis heeft, al bezig is in dat traject, dan is het de bedoeling dat jij als volksvertegenwoordiger, vooruitgeschoven persoon, kijk naar de belangen van het volk, maar kijk hoe je ze op kan lossen. Want het is makkelijk om de problemen te noemen, maar het moment je gaat inzetten om te kijken van hoe kunnen we het oplossen, dan ga je die verantwoordelijkheid moeten dragen. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met leden van RUMAS, om te kijken naar hoe kunnen we het probleem integraal aanpakken. Er wordt heel duur gebouwd in Suriname. Waarom? Omdat we echt een betonnen, denkwijze. Alla camera moest denken aan stong. Maar je kan goedkoper bouwen. En het kan ook georganiseerd worden met jongeren die een on-the-job training krijgen. Het is een leertraject. En daarom ben ik blij, net zoals mevrouw Wiebers het heeft uitgelegd, is het duidelijk aangegeven van het is meer dan alleen huizen bouwen. Je gaat ervoor zorgen dat jongeren een vak leren. En dat ze dat vak kunnen uitoefenen en ook hun eigen huis kunnen bouwen. Dus dat is het, een betere perspectief te kunnen bieden voor de jeugd. En als een volksvertegenwoordiger die ondersteuning geeft aan de coalitie, dan kan ik niet alleen kritiek leveren, maar ik ben ook verplicht om te kijken hoe help je die problemen oplossen. En in RUMAS hebben we een goede ontwikkelingspartner gevonden die daarin een heel wezenlijke bijdrage kan leveren. Ik heb daarom geprobeerd eerder een gesprek te hebben met de president. Hij had een heel druk schema, maar heeft ons toen beloofd van eerste ding volgend jaar kunnen we gelijk met hem praten. Het is natuurlijk heel druk geweest met de komst van Bolsonaro en al dat soort zaken. Maar de president heeft toch ervoor gekozen om ons in heel rap tempo te kunnen ontvangen. We hadden de presentatie klaar. Het was visueel alles duidelijk. De president heeft gemerkt dat er ook meerdere gesprekken zijn geweest met RUMAS. Waarbij er kleine incentives moeten zijn. Zaken die RUMAS nodig heeft als een locatie om eigenlijk meer te kunnen doen. En die toezeggingen hebben we gelijk gehad van de president. Het voelt goed aan na dit gesprek. Omdat we dan weten waar we naartoe gaan. We hebben op dit moment, ja nu, zijn er jongeren die hun diploma krijgen. Die het leertraject bij RUMAS hebben doorlopen. En het is een positieve boost voor deze jongeren. Om te weten van, ik ga nu ergens naartoe. Omdat kijk, het begint thuis bij opvoeding. Maar zoals we weten, zwakke gezinnen beginnen wanneer 2 partners zich niet committeren aan het bieden van het beste aan de kinderen. En dan krijg je jongeren die soms gewoon op hoeken van straten staan en geen leidraad hebben in het leven. RUMAS heeft zich gecommitteerd om daarin een verandering te brengen. Maar je kan niet alleen bottoms opwerken. Je moet top-down ook die steun hebben. En met de toezegging van de president, dan weten we dat we van top-down die steun krijgen. En er zijn nu al afspraken gemaakt hoe we het verder traject door zullen gaan. En we hebben een streefdatum gesteld om in maart al te kunnen zien waar we beginnen met het bouwen van die huizen. En het ziet er goed uit. Bedoelt u dat de samenleving in maart al tastbare resultaten zal merken in de zin van woningen die opgezet zijn? Dus nee, we willen beginnen in maart. Nu is het een voortraject waarbij mensen die al een perceel hebben, toch, dat er voor hun gebouwd kan worden. Maar natuurlijk, als je collectief bouwt, dan komt het je goedkoper uit, qua het importeren van materiaal ook, en ook het zelfs de logistiek om op 1 plek meerdere huizen te bouwen. Er zijn verschillende plekken waar er al percelen zijn uitgegeven. In het gesprek met de president kwam naar voren dat heel veel van de percelen die zijn uitgegeven soms niet de juiste juridische status hebben. Je hebt mensen die percelen hebben gehad en niet weten dat er een schuld is op dat perceel. En dan kan je op zo'n perceel niet bouwen. Dus we zijn nu bezig met het juridisch team te kijken waar we voor de mensen kunnen bouwen met een zekerheid dat waar we voor je gebouwd hebben werkelijk van jou is. Toch? En dat het, nadat je klaar bent met aflossen, dat jij de eigenaar bent en dat niemand eigenaardig naar jou komt kijken dat je op die persoon zijn terrein bent.
Dus dat soort zaken moeten we voorkomen. Dat heeft nog wel wat juridisch werk dat gedaan moet worden. Maar onze streef is gesteld om in de maand maart al te kunnen aanvangen. En het gaat om 2-kamerwoningen die, als het goed loopt met collectief, dat ook kunnen gaan naar minder dan $26,000 voor een 2-kamerwoning met een bouwoppervlakte van 55 vierkante meter. En als je de prijzen vergelijkt met nu, dan is dat wel te doen. De financiering is toegezegd dat wij een goedkope financiering kunnen vinden. En het alles moet nog in kannen en kruiken komen. Maar ons streef is wel erop gericht om maart al te kunnen beginnen. Jazeker. In de eerste plaats laat mij meteen benadrukken dat het niet alleen gaat om woningnood. Wat wij vandaag gepresenteerd hebben is veel meer dan dat. Want het gaat om een multi-oplossingspakket wat we dus aanbieden. Woningnood is een van de zaken waar wij een oplossing voor hebben. Maar nog meer, en dat is dus armoedebestrijding. We gaan ook verder, omdat we dus ook kijken naar de jongeren die vandaag de dag zoeken naar werk. Jongeren die geen vaardigheid hebben. Jongeren die dus ook nog zoeken naar een duurzame toekomst. Dat zit allemaal erin. Want hoe zit het project eruit? Wel, het is zo dus dat we een leerwerktraject hebben. En in dit leerwerktraject zullen jongeren, school drop-outs of zij die geen baan hebben, die stromen dan binnen en dan zullen ze een aantal vakken leren. We praten hier zo over elektra, we praten hier zo over gawassa, bouw, leerconstructie. Dat zijn verschillende vakberoepen die zij gaan leren. En wat wij dan met deze jongeren doen in dit leerwerktraject is dus dat ze gaan werken aan hun huizenbouw. En daar ging het dus voornamelijk om dat we dus met dit team van de jongeren, dat we dus huizen gaan bouwen, 40 huizen per jaar. En uiteraard kan het worden opgetrokken. Maar we geven dus met dit programma of dit pakket een aantal oplossingen op verschillende probleemgebieden in onze samenleving.